Aanglande voetbal aan tafel met interessante gasten. André Salvo, bestuurslid technische zaken van de Forum Sport. We hebben aan tafel Fred van der Luitgaarde, trainer van Haarse Hout. En Jeroen Struis, dat is de trainer van RKDO. Graag tot dadelijk, na de reclame. Je eigen weg vinden. Niemand kan je vertellen hoe dat moet. Vrijheid is heel belangrijk voor mij. Het doet goed als ik over de stad uitkijk. Maar ook gewoon knallen, geen gezeur. Werken met gasten waar je wat aan hebt. Wij zoeken mannen die niet bang zijn en die de vrijheid kunnen handelen. Ben jij zo iemand? Kom even bij ons langs. Het kan snel gaan. Welkom bij Sir Winston. Een bijzondere gebeurtenis, een drankje op het terras of heerlijk bij ons dineren. Tot ziens bij Grand Café De Halve Maan naast Casino Rijswijk. De club is het partycentrum met maandelijks terugkerende feesten. De locatie voor al uw evenementen. Tot ziens bij Sir Winston Club boven Grand Café De Halve Maan in Rijswijk. Nieuwe aflevering en dat betekent nieuwe gasten aan tafel. Onze eerste gast is sinds december bestuurslid technische zaken bij de zaterdag eerste klasse Forum Sport. Ik heb het over André Sauerwald. Onze tweede gast pakt afgelopen zaterdag met zijn ploeg knap de volle buit uit bij Meerburg. De trainer van Haarse Hout, Fred van der Luitgaarde. En onze derde gast doet met zijn ploeg uitstekend mee in de zondag tweede klasse C. Aan het eind van de rit ligt er een prijs te wachten. Ik heb het over Jeroen Struis, de trainer van RKDO. Dit is Haaglander Voetbal aan tafel. Hartelijk welkom vanuit het Sir Winston Leisure Center. Een nieuwe aflevering van Haaglander Voetbal aan tafel. Gasten aan tafel heb ik reeds voorgesteld. We hebben natuurlijk ook weer een team van de week. Dit keer de zaterdag vierde klasser Haarse Hout. Ze applaudisseren. We hebben ze nog niet gehoord, maar dat gaat straks zeker gebeuren. We gaan beginnen aan tafel. André Sauerwald, ik ga met jou beginnen. Ik heb het al aangekondigd sinds december. Bestuurslid technische zaken, hoe bevalt het tot nu toe? Ja, heel goed. Ik heb het stokje overgenomen van Johan de Vries. En we konden natuurlijk meteen in de verlengingen van de trainers voor het komende seizoen. En ja, dat is eigenlijk heel goed verlopen. Het viel natuurlijk niet mee, om, ja, want hij, weet het, hij had het natuurlijk al zoveel jaar gedaan, Johan. Oud doelman ook van de club. Absoluut, voor een sport-icoon. Dus om zo iemand te vervangen, dat valt zeker niet mee. Maar we gaan ons best doen. Heb je er nog lang over moeten nadenken toen je werd gevraagd om die post in te gaan nemen? Ja, ik heb er natuurlijk zeker even de tijd voor genomen om daar goed over na te denken. Maar uiteindelijk lijkt het me een hele mooie uitdaging om dit op te pakken. Ja, want je was natuurlijk ook al actief bij de club. Ja, ja, ik heb 3 jaar als leider gefungeerd. Van een aantal jeugdelftallen en ja, dit is de volgende stap. Goed, ik ga nog even naar de overkant, naar je buurman. Fred, ik wil met jou nog even terug naar afgelopen zaterdag. Ja, jullie speelden uit bij Meerburg. Dat Meerburg begon heel fanatiek. Dat was in het begin eventjes billen knijpen, denk ik. Ja, dat was best wel schrikken. Ik denk dat ze in een tijd van 10, 15 minuten 6 corners hebben gehad. Maar we stonden gewoon goed. Dus ik denk dat de keeper bijna geen gevaarlijk moment heeft gehad. En daar kwamen we goed onderuit. En daarna vond ik het dat we iets meer grip kregen. We zijn niet veel in voetbal toegekomen, maar dat maakt me niet uit. Nee, maar na de eerste 10 minuten, kwartier, ja, kwam je beter in het spel. Je kwam ook wat meer voor de goal van de tegenstander. We kwamen één keer vrij goed voor de goal. En dat net in de eindfase ging dat niet goed. Maar
ik vind het een van de betere ploegen waar we tegen gespeeld hebben. Dus, ja, er was even wat mot langs de kant, zag ik. Ja, met die trainer van die tegenpartij. Ja. Dat ging om helemaal niks, dacht ik. Nou ja, we maken natuurlijk een overtreding en die moest ook gemaakt worden. En die was pittig. En dan ging hij scheven van een rode kaart en heel die bank ging scheven. En ik vind dat je dat niet moet doen. Nee. Overigens, u had een vrouwelijke scheidsrechter. Ja, die was fantastisch. Maar ik vond die, wat ik ervan gezien heb, die deed het echt uitstekend. Ja. Was ook niet bang? Nee, dat had ze ook van tevoren gezegd. Ja. Je mag gerust wat tegen me zeggen. En voetbal is emotie. Maar ik vond dat zij het vrij goed gedaan heeft. Ja, ik zag er was een keer een situatie bij spelers. En ik geloof een speler van bijna 2 meter. En zij ging er gewoon tussen staan en duwde nog gewoon opzij. Maar wegwezen, ik vond het wel dapper. En ze zag het ook echt goed, het spel, vond ik. Klopt. Ja. Hoe begint u horen van een vrouwelijke scheidsrechter? Dacht je van, of zeg je van, nou, die doet net zo goed? Nou, we wisten het al van tevoren. En ik ben even de bestuurskamer in geweest. En toen heb ik me eens voorgesteld aan haar. En toen heb ze haar woordje gedaan. En ik denk, nou, als je zo in het veld ook staat, dan denk ik gewoon dat je het perfect kan doen. En dat heeft ze ook gedaan. De spelers hebben ook achteraf tegen me verteld van, dat ze eigenlijk gewoon een hele goede wedstrijd heeft gefloten. Ja. Dus, dat vond ik ook, wat ik ervan gezien heb. Maar goed, Meerburg begint dus goed. Meerburg had een prima reeks op bezig. Ja. Maar je gaat er wel met de winst weg. Ja, dat klopt. Ze hebben er 6 gespeeld. De laatste 6 hebben ze er 5 van gewonnen, 1 gelijk gespeeld. Dus we wisten gewoon, dat wordt heel zwaar. Maar we stonden er als collectief, als een eenheid. En daar kwamen ze gewoon niet doorheen. Ze hadden gewoon heel veel moeite. Alles ging via de zijkanten. En voetbal door de assen lukte zo en zo niet. Dus, en we hebben het gewoon goed volgehouden. En wij hebben denk ik wel 3,5 mogelijkheid gehad. En daar scoren we 1 keer uit. En hun alleen in de eindfase, ja. Dat was volgens mij in de laatste minuut. Ja, ze schiet op de goal in de kruising. En ik heb nog nooit een keeper op dit niveau een bal zien pakken. Zoals onze Patrick Thijssen, die was gewoon fenomenaal. Dat gaf hij ook naderhand aan. En we waren er super blij mee. 3 punten in de knip. Ik kan me voorstellen, koud en dan lekker de kleedkamer. Ik had het niet meer koud, hoor. Ik kan me voorstellen. Jeroen, RKDO. Jarenlang RKDO. Altijd knokken om weg te komen uit de onderste periode. Het gaat gewoon heel goed. Jullie zijn nog steeds in de race voor een prijs. Ja, zeker waar. We staan dit jaar nu eigenlijk continu tweede. Nu op doelsaldo derde. De afgelopen 4 jaar heb je eigenlijk vrij onderin gebungeld. En dit jaar maken we de stap naar boven. Hoe komt dat zo? Is het team heel anders dan andere jaren? Of is het team volwassener aan het worden? Nou, een combinatie van beide, denk ik. Uiteindelijk zijn er wel een aantal jongens echt vanuit de jeugd doorgebroken. Nou goed, die geven echt alle ruimte en om zich te ontwikkelen. En daarnaast, die worden zo elk jaar 10-15% uit zichzelf beter. En daarnaast proberen we natuurlijk gewoon ook als team beter te worden. En daarin worden we toch wel wat zakelijker. En dat gaat gewoon beter en beter. Vorig jaar hadden we toch vaak dat we voetballen misschien wel beter waren, maar heel moeizaam was om dat te vertalen in overwinningen. Nu voetballen we beter en winnen we ook. Ja. Ja, en dat winnen, dat geeft natuurlijk een ploeg ook wat extra's. Ja, dat helpt enorm. Dat helpt enorm. Je gaat prettiger trainen op de dinsdag en de donderdag. Ik bedoel, alles werkt dan mee. Ja, nee, er wordt aanmerkelijk meer gelachen dit jaar dan vorig jaar. Zo simpel is het. Het enige nadeel, dat DSOV, dat wil nog niet zoveel punten verspelen. Nee, dat is een hele stugge ploeg. Ook een hele volwassen ploeg. Gemiddeld, bij mij zijn ze gemiddeld 20, 21, een paar van 18 erbij. En 2, 3 wat ouderen. Zij hebben eigenlijk allemaal hele volwassen jongens, 28, 29, 30. Ja, die zijn heel constant. We geven niet op. Sterker nog, we gaan de jacht openen wat mij betreft. Ja, inderdaad, je hebt toch al gezegd dat RKD ook kan nog jaren verder. Ik denk het wel, ja. Ja er ligt een, we gaan daar straks nog wel even verder over praten. André, naar jou toe. Je hebt vroeger ook nog wat jaar in het jeugdbestuur gezeten bij SEF in Leidschendam. Ja. Dat doe je een stuk ervaring. Hoe belangrijk is dat nu in zo'n functie die je nu hebt als bestuurder technische zaken? Know-how heb ik vooral ook van een jeugdafdeling. Ja, dat is heel belangrijk. Zeker als je kijkt naar een club als Forum Sport, waar de jeugdopleiding een hele belangrijke pijler is uiteindelijk voor het eerste team. Ja, dan denk ik dat dat heel veel toegevoegde waarde oplevert. Goed, ervaring dus bij de jeugd, maar dan ben je ook nog ondernemer. Dat zijn toch ook zaken die je dan, denk ik, als bestuurslid, zijn dat allemaal zaken met een plus? Zeker weten, absoluut. Daar kan je natuurlijk heel veel ervaring uit meenemen, ook in zo'n bestuursrol. Ja. Je kwam bij Forum Sport, ik denk ook een beetje door je zoon, Eduardo. Die wilde ook een beetje op niveau gaan voetballen. Nou, de jeugd bij Forum Sport draait natuurlijk prima, dus het was een mooie club om naartoe te gaan. Ja, fantastische stap.
Hij ging van SEF tweede klasse naar derde divisie bij Voorsport. Dus dat is natuurlijk een behoorlijke stap. En dat heeft hij heel goed opgepakt. En voor mij ook heel leuk om dat van dichtbij mee te maken. Ja, en dan was er een periode toen hij nog in de jeugd zat, begrijp ik dat. Dan was dat belangstelling, onder andere van Dordrecht. Dan zeg je van, nou, dat is dan een club in de Jubilee League. Aan de andere kant, ze speelden met de jeugd op hetzelfde niveau als Forumsport. Ja. En dat is om de hoek. Is de keuze niet zo moeilijk, denk ik. Nou ja, goed, hij kon naar Dordrecht. Was uiteindelijk ook overgeschreven. Maar hij heeft uiteindelijk toch gekozen om bij Forumsport te blijven. Omdat we toen op dat moment promotie maakten naar de tweede divisie. Ja, en dat was hetzelfde niveau als bij FC Dordrecht. Ben je nog een tijdje ook inderdaad leider geweest bij dat onder 19? Pierre Schulz was toen ook de trainer. Pierre, jarenlang is hij ook hoofdjeugdopleiding geweest bij de club. Heeft dat denk ik toch best wel wat neergezet. Ja, een keer komt er een moment dat je dan afscheid gaat nemen voor de jammer, want jij hebt ook heel nauw met hem gewerkt. Nou ja, persoonlijk wel. Ik had met Pierre een buitengewoon goede relatie opgebouwd. En op een gegeven moment werd ervoor gekozen om de jeugdopleidingspositie te splitsen van het hoofdtrainerschap van de onder 19. Nou, dat heeft toegeleid dat we uiteindelijk uit elkaar zijn gegaan. Ja, nou ben je bestuurslid technische zaken. Wat zie je voor jezelf, laten we zeggen de korte of langere termijn, als een belangrijke taak daarin? Nou, ik vind het ontzettend belangrijk om in ieder geval die jeugdopleiding op een hoog niveau te houden. Dus we hebben nu met de nieuwe hoofdjeugdopleiding afgesproken dat we proberen in de komende 3 jaar van de jeugdopleiding een regionale jeugdopleiding te maken. In het voorbeeld van bijvoorbeeld Kwik. En ik denk dat absoluut tot de mogelijkheden moet behoren. Ja, want wat dat betreft hebben ze prima jeugd bij Voorsport. Ja. Kijk, en het feit dat we natuurlijk afgelopen seizoen met het tweede team promotie hebben gemaakt naar de reserve hoofdklasse. Hoger kan niet. En dat zorgt ervoor dat je dan feitelijk een hele mooie vloeiende lijn hebt vanuit de jeugdopleiding naar het tweede en uiteindelijk naar het eerste toe. Ja, dat lukt dan nog wel vaak op de zaterdag. Dat tweede team is vaak bij zondagclubs tegenwoordig een heel groot probleem. Ja, klopt. Dat zie je inderdaad. Ja. En bij ons wordt er gewoon 3 keer per week getraind. De ambitie is gewoon heel groot. En dat maakt het heel erg mooi. En dat zorgt er ook voor dat die doorstroom gewoon op een perfecte manier kan plaatsvinden. Gaan we daar ook over verder. Vet. Ik ga bij jou nog even terug naar jouw je vorige club. Je zat bij KSD Marine. Ja. Dat is dan zo'n club die al aangeeft, we willen zo verschrikkelijk graag naar die derde klas. Ik geloof dat je in het begin, toen je er zat, er heel dichtbij was. Ja, 1 doelpunt na. Ja, maar dat is wel heel weinig dan. Hè? Ja, klopt. Ja, ja. Dat was wel heel erg. Het kwam 3-0 voor. En toen waren we het eigenlijk. En toen werd het 3-1, 3-2, 3-3 en we wonnen met 4-3 uit. Word je gek in? Ja, dan word je gek. En dan wel een heel mooi resultaat voor het eerste jaar. Ja. Maar je koopt helemaal niks voor. Ja, en daarna dan moet je verder. Is dat waarschijnlijk zo'n domper? Ja, dat is keihard. Dat werkt dan al eventjes na dan, denk ik. Ja, dat klopt. Maar het tweede jaar ook goed opgepakt. Want het tweede jaar hebben we weer de periode gepakt. En toen pakten we de beker. En dat is iets unieks. Als je zo met zo'n klein clubje dat neer kan zetten. Dat vond ik wel. Was die wedstrijd in Leiden, geloof ik? Dat was die wedstrijd in Leiden, ja. 2-0 voor, 2-2. Die dubbeldekker die meegingen en alles. Ja. Dat was een feest bij de club. Ja, dat klopt inderdaad, ja. Een spektakel. Zeker. Ja. Goed, daarna die ging weg bij KSD Marine. Dan was het eventjes stil. Ja. En ja, het begin van het seizoen, dan reek je eigenlijk nergens meer op. Ja. En dan krijg je een belletje, of hoe ging dat, van Haagse Hout? Nou, ik was er eigenlijk wel een beetje klaar mee. En dat heeft ermee te maken met, ik ben bloedfanatiek. Ik wil het onderste in de groep halen. En je bent als trainer tegenwoordig meer een psycholoog. Want de motivatie bij de spelers is niet meer zoals dat wij die hadden vroeger. Maar je mag niet over vroeger praten. Dus ik was er gewoon even klaar mee. Ik ben niet meer gaan kijken. En toen las ik dat Wim stopte bij, of in ieder geval naar GDA ging. En toen zei ik tegen mijn vrouw, ik zeg, let op, die gaan mij bellen. En klopt. En toen ben ik gebeld. En ik heb gezegd, nou, ik sta open voor een gesprek. En toen ben ik geweest. En die jongens die hadden al een gesprek gehad met Wim. En toen zouden ze met mij een gesprek krijgen en het waren er niet zoveel. Dus ik dacht bij mezelf, jezus, waar stap ik in? Ja. En ik ben heel blij dat ik erin ben gestapt. Ze hebben echt mijn voetbalplezier teruggebracht. En we hebben heel veel pech gehad in het begin van het seizoen met de punten. Want ik heb er nooit zoveel blessures meegemaakt in de eerste 5 wedstrijden. Dat is gewoon verschrikkelijk. Nu is iedereen fit. Nou, Ted de Man die komt bij ons erbij. Zakaria Barda die heeft een breuk gehad aan zijn sleutelbeen, die komt erbij, dus er komt meer druk op de groep. Dus ik ben heel benieuwd hoe we de tweede gedeelte van de competitie gaan,
gaan invullen. Ja, je zegt hoor, ik ben zelf een heel fanatiek baasje. Ja. Nou, ik heb je zaterdag zien spelen in je ploeg. Toen, ja, ik werd wel aangenaam verrast, ook door de inzet van de ploeg. Want die inzet, dat was helemaal niets op aan te merken. Ja, we wisten ook wel dat we voetballend zouden het vrij moeilijk krijgen tegen deze ploeg. Ze hebben ons gelijk vastgezet, dus toen gingen wij de lange bal spelen. En wij wonnen de tweede bal, wonnen eigenlijk alles. Ze kwamen er niet doorheen. En dat heeft te maken met, als het voetbal niet lukt, moet je een ander vaatje tappen. En dat hebben ze gewoon met z'n allen gedaan. Dat stond echt in eenheid. Ja. Ik verloor de bal en de ander haalt hem op. En die corrigeert het voor je. En, nou, top. Van genoten. Fantastisch. Jeroen, jouw achtergrond als voetballer in het verleden is niet hier in de buurt. Nee. Nee, ik heb wel hele bekende clubs voorbij zien komen, maar Heerensdam geloof ik. Heerensdam, Kozakkenboys in Noordwijk. Ja, Sparta. Sparta, dus zijn er ook niet de minste. Nee. Nee, maar goed, ik kom uit het Rotterdamse en uiteindelijk ben ik door mijn vrouw deze regio opgekomen toen ik 30 was. Toen heb ik nog 2 jaar afgebouwd bij Nooddorp. Ja. Ja, het was best er wel af hoor. Ja? Ja, goed. Ja, Nooddorp speelt nou toch ook op een knap niveau, hè? Hoofdklasse. Zeker, zeker. En daar heb je ook een beetje aan meegewerkt, want op een moment, ik geloof dat 2012, 2013 was het, Arie van der Pat vertrok of moest vertrekken en daar stond ineens Jeroen Struijs voor de groep bij Nooddorp. Ja. Ja, goed, met de vraag om in te stappen. Hartstikke leuk. Een hele goede groep toen de tijd. Uiteindelijk is het heel goed gegaan, veilig gespeeld. En goed, uiteindelijk de Haaglanden voetbalcup finale, ja, goed, helaas verloren. Van DSO was dat, van DSO. Ja, goed, we hadden wel HBS, Haaglanden, ja. Schravenzanden, ja, goed. En dan struiken we in die finale. Dat is natuurlijk wel heel zuur. Ja. Maar goed, ja, is goed gegaan dat half jaar. Prima. We gaan daar nog even verder praten, ook met André. Maar al eerst nog even terug naar Haagse Hout. Want we hebben het al gezegd, afgelopen zaterdag speelde de ploeg uit bij Meerburg. Mooi nieuw complex, winderig, dus het was te koud. Wij gingen er een kijkje nemen. We kijken even naar kort wat beelden van die wedstrijd en ook vooral vooraf. Haagse Hout, bezig aan de warm-up, voorafgaand aan het duel tegen Meerburg. De doelman doet zijn eigen warming-up. Een vrouwelijke arbiter, die het overigens uitstekend zou doen. Trainer Van der Luitgaarde in de kleedkamer. Je moet vandaag presteren. Het is niet anders. Voor elkaar door het vuur. Zo moet het gebeuren. Ik ben de bal kwijt en mijn maatje haalt hem op. We zijn er klaar voor. Vrouwelijke scheidsrechter, vreemd, maar het is zo. Respect daarvoor, komt hier erbij. Zij moet geen issue zijn. Absoluut niet. Klaar voor de partij tegen Meerburg. Haagse Hout had het in de beginfase niet gemakkelijk, maar het kwam steeds beter in de wedstrijd en pakte na rust de winst. Tot zover de bijdrage vanaf de Meerburg waar Haagse Hout speelde. Ik ga even praten met een tweetal spelers, om te beginnen met Martijn Vollering. Martijn, we hebben het er al over gehad zaterdag, dagje in het begin, dat redden we nooit. Die gedachte heb ik niet gehad. Het was zwaar. We wisten dat ze gingen stormen. Die storm kwam ook. Maar ja, zoals Fred al aangaf, we stonden goed. En niet het idee gehad van... We redden het niet. Nee. Nou is het dat heel veel clubs gaan in januari altijd op trainingskamp. Ook Haagse Hout gaat dan altijd een weekend naar Engeland. Maar het is niet echt een trainingskamp, hè? Nou, dat is keihard werk, hoor. Ja, hè? Vertel eens. Nee, het is tot in de late uurtjes vermaak. En, echt wel teambuilding, hè? Absoluut. Ja, het is jammer wat wordt er zo al gedaan? Overdag beginnen we met een wedstrijdje kijken. Die proberen we dan... we pakken dan meerdere wedstrijden. Dus we hebben afgelopen weekend hadden we daar 2. En dan gaan we ons een beetje opmaken, hè? Een beetje optutten en dan stappen. Ja, een beetje Londen onveilig maken. Ja. En als dan die trainer belt, hoe gaat dat dan?
Ja, op de zaterdagavond wilden we even netjes melden dat we er weer waren. En toen belden we hem op. En toen was het met Fred! Dus hij lag gelijk wakker in zijn bed. En ja, dat was leuk. En, maar ja, Fred is een trainer die dat kan waarderen. En ik vind dat leuk. Ja, Fred is er dan bij is er dan niet bij als trainer? Want Fred is er alleen bij als het om voetbalactiviteiten gaat. Dat toch? Ja, Fred die laat de groep daarin in vrij. En ja, die heeft zoiets van dat is jullie ding. En voor de serieuze zaken is Fred er weer bij. Goed, ik ga even naar je buurman, Eddie van Dijk. Jonge speler nog. Hoe was het om met de mannen een keer mee te gaan naar Engeland? Ja, ik vond het best wel spannend. Het was natuurlijk de eerste keer dat ik meeging. En ja, wat moet ik van zeggen? Ja, wat, heel spannend. Wat leer je ervan? Leren? Drinken? Drinken onder andere, ja. Maar ook wel het uitgaan. Ja, daar zijn ze wel goed in. Dus, maar het was wel heel gezellig, hè? Het was zeker gezellig. Dus, wat betreft teambuilding, dan voldoet het uitstekend. Ja, dat zeker. Het hoeft er niet gevoetbald te worden. Het hoeft niet gevoetbald te worden, nee. Nee, je had overigens de pech dit seizoen, voor het seizoen. Je begint heel enthousiast, ja, en dan loop je een blessure op. Ja, het was erg zonde. Ik had met één aangesloten. En tijdens de training ging het volledig mis. Ben ik goed door mijn enkel gegaan en lag ik een paar maanden eruit. Ja. En nu ben je langzaam weer proberen terug te komen? Ik was eindelijk weer op de trainingsvelden en toen ging het weer niet zo goed met mij. Ik was heel erg vermoeid en ik had nergens meer zin in. En toen dachten ze aan vijver. Ja. Dat is gelukkig niet. Het is nu vitamine D tekort. Dus ik moet nu even goed naar mijn lichaam luisteren. En dan heel verstandig. Kan ik weer rustig daar op velden komen. Nog een lange carrière voor de boeg. Leuke club, heet Haagzout. Haagzout is zeker een leuke club. Goed zo. Nou, bedankt in ieder geval, jongens. En veel succes de rest van de competitie. We gaan verder met naar André. Voorsport afgelopen jaren enorme stappen gezet. Zeker als we kijken ook prestatief. Hè. Spelen nu in de eerste klas. Draai je uitstekend mee. Klopt. Ik denk dat we zeker stappen hebben gezet. De keuze ook voor de technische staf daarin met Bas en Dennis en Marcelami. Heeft ertoe geleid dat we die stap hebben kunnen maken. We kwamen eigenlijk de laatste jaren toch een beetje vanuit degradatieniveau knokken tegen degradatie. En vanaf vorig seizoen en ook dit seizoen draaien we gewoon bovenin mee. Nou, is het moeilijk om op een bepaald niveau te komen met, als club, zowel bij de seniors, bij de jeugd. Het is nog veel moeilijker om dat te blijven. Natuurlijk. Absoluut, absoluut. Maar ik denk dat de ontwikkelingen die we hebben ingezet, met name ook vanuit de jeugd en het tweede team, ja, dat een basis moet leggen voor de komende jaren. Dan ben je ook betrokken bij Sportlife Management. Dat heeft dan niets met vormsport te maken, maar wel heel veel met de voetbalsport. Ja, dat is waar. Leg het eens kort uit. Nou ja, goed, het is feitelijk een sportmanagementbureau waarin we jonge voetballers begeleiden en helpen in hun stappen in hun carrière. Praten we dan over de jongens die in de top zitten of kijken jullie ook vooral bij wellicht topamateurs of daar talenten zitten? Nou, ook naar de topamateurs. Zeker als het jeugd betreft kijken we daar zeker naar. Ja, goed, en vormsport zit wat dan in de jeugd best wel op een aardig niveau. Daar zie je ook wat tegenstanders voetbal of niet? Ja, zeker weten. Zeker weten. En ja, er loopt natuurlijk heel veel talent rond. Dus zeker als je nu ook kijkt naar onze onderbouw. Wat daar op dit moment doorstroomt naar BVO's, dat is echt ongelooflijk. Als je kijkt naar, laten we zeggen, technisch gezien, jullie doelstelling dit seizoen. Het is nu een jaar waarin Bas Stevens aan het bouwen is met een ploeg. Successievelijk worden jonge jongens ingebracht. Dat kan ook als je kijkt naar de stand waar je staat. Want als je knokt tegen degradatie, wordt dat een stuk moeilijker. Maar het is ook ideaal om veel eigen jeugd op die manier steeds meer minuten te laten maken. Absoluut. En dat begint natuurlijk al in het tweede. Een aantal weken geleden speelden we tegen Barendrecht 2. Nou, als je dan ziet dat we met 9 jongens in dat team of eerste of tweede jaar senior. Ja, en je wint die wedstrijd echt met heel mooi voetbal. Ja, dan denk ik dat je daar alleen maar heel, heel trots en heel blij mee mag zijn. Ja, jullie hebben een nieuwe hoofdjeugdopleiding gevonden. Dat viel misschien helemaal niet mee om. Natuurlijk, je had Pierre Schulz die het uitstekend had gedaan. En dan moet je toch weer iemand terugvinden van toch minimaal hetzelfde niveau. Ja, nou, die hebben we gevonden in de persoon van Sinan Babacan. Jongen die vanuit Sparta is gekomen. Ja, en die brengt ook weer heel veel expertise mee waar we heel veel aan hebben. En feitelijk hetgeen zoals het nu gaat, was ook heel blij dat we zijn contract hebben kunnen verlengen met 2 jaar.
Ja, dat legt een basis voor het bouwen waar we nu mee bezig zijn. Ja, over contractverlenger gesproken, Jeroen. Je draait uitstekend bij RKDO. Ik heb het al gezegd, eind van het seizoen ga je meedoen waarschijnlijk nog om de prijzen. Er ligt voor jou weer een contract ook klaar voor een derde seizoen. Maar jij hebt de club gezegd van, ik stop aan het eind van het jaar. Ja, nee, dat klopt. En ja, goed, het is een moeilijke beslissing. Maar uiteindelijk ja, moet je de keuze maken. Je hebt een gezin, je hebt je werk en de voetballerij. En het is veel. En zeker de manier waarop ik het doe, denk ik, bij een club is veel. En ja, goed, dan leg je alles eens op een rijtje. En dan staat eigenlijk, ja goed, bij je werk staat het op rood. Thuis staat het op oranje. Ja, dan moet het echt knalgroen staan op RKDO. En ja, goed, uiteindelijk weeg je alles af. Ja. En dan moet je dit besluit nemen. Ik kan me dat best wel voorstellen als je het wat minder draait. Hè? Want dan heb je zoiets van, ja, dan ben je aan het zeuren. Dan kom je allerlei probleempjes tegen. En dan is die keus misschien wat makkelijker. Nu doe je volop mee. Er zit misschien een prijs aan. Stel je voordat de club het stapje gaat maken. Dan is het extra moeilijk om zo'n besluit op een gegeven moment toch, denk ik, te gaan nemen. Nee, helder. Dit is natuurlijk een beslissing die je neemt tussen je verstand en je emotie. En diep van binnen laat je voor je gevoel je ploegje in de steek. En laat je de club bij wijze van spreken in de steek. Maar het moet wel te doen zijn. Het is heel veel. Ik heb per 1 oktober ben ik begonnen bij het LUMC Campus Den Haag. Nieuwe baan, 2 dagen in de week, 2 dagen mijn oude baan. In combinatie met de voetbal is het best wel een trein, een intercity waar ik in zit, die rijdt heel hard. En dat is tot nu toe goed op te brengen. Maar goed, wil je dat nog een seizoen, kan je dat opbrengen? Goed. Nou, dus een beslissing die met verstand, want ja, ik denk je bent geen doorsnee trainer. Er zullen weinig trainers zijn die op de bank zitten met een universitaire opleiding achter de rug. Zeker, ja, nee, eens. En dat betekent ook dat je natuurlijk maatschappelijk ook inderdaad een baan die veel tijd vraagt. Ja, en het is wat het is. Dus ik heb wel gesprekken echt gevoerd met RKDO. Heel lang over nagedacht, nog een keer gesprek gehad. En uiteindelijk heb je alle kaarten voor je liggen en dan moet je een besluit nemen. En ja, het had eigenlijk net zo goed de andere kant op kunnen vallen, maar uiteindelijk kom je toch tot het besluit. Ik ga ermee stoppen, hoe jammer ook. En thuis werd het met gejuich ontvangen? Ja, goed. Mijn dochtertje vroeg hoeveel wedstrijden nog. Ik zeg 14. En zij kwam met een aftelkalender met 14 vakjes erop. Oh, heel mooi. Heel dus ja, goed, dan weet je diep van binnen, ik heb het juiste besluit genomen. Als je kijkt naar RKDO, jullie draaien goed. RKDO is een club van bekend, ja, betalen niet of doen er verder niks. Als je kijkt dan naar de selectie toe, de faciliteiten, zeg je prima, voldoende? Of zeg je van nou, als we ooit dat stapje maken, mag daar ook wat aan gebeuren? Nee, goed, dat zal iedere trainer hebben. Ook bij RKDO denk ik dat er veel dingen nog beter kunnen. Maar goed, al met al, het is een hele fijne, nette, warme vereniging waar je gewoon als trainer prima kan functioneren. Uiteraard, dat zal voor jou zelf nog een wensenlijstje, die had ik heel graag ingevuld. Ik denk wel dat RKDO echt moet gaan beseffen dat de aantrekkingskracht van het zondagvoetbal gewoon minder is dan het zaterdagvoetbal. Dat je met deze talentvolle groep die we hebben. Er kunnen er bij mij van afgelopen zondag volgens mij 8 en nog bij onder 23 meedoen. Ja, daar wordt nu al aan getrokken. Ja. En die jongens hebben deze week al gesprekken buiten de deur. Ja, dat moet RKDO. Dat is wel jammer natuurlijk. En vandaar dat ik ook bedoel van, als club zijnde moet je daar natuurlijk alert op zijn. Zonder voetbal heeft dat dan moeilijk. Ja, en als dan een jongens wordt getrokken. Nee, maar goed, dat is RKDO is RKDO. En het is niet voor niets een van de grootste verenigingen in de regio. Zij hebben daar hun eigen visie op. En dat is helemaal goed en helemaal prima natuurlijk. Denk wel dat ja, goed, wil je dat stapje maken, wil je deze groep bij elkaar houden? Maar goed, dan praat ik misschien te veel als trainer en overvraag ik misschien. Maar dat ze wel een aantal dingen stappen voorwaarts kunnen maken. Goed, je werd het al gezegd, Fred. Jij speelt natuurlijk op vierde klasniveau. Dan gaan we het weer niet vergelijken met de tweede klas. Je draait nu bij Haagse Hout. Je hebt het naar je zin. Je zegt het zelf ook, ik heb er geen seconde spijt van gehad. De jongens hebben met plezier weer teruggegeven. Toch moet je aan het eind van het jaar weer afscheid van de groep nemen. Ja, dat kwam een beetje onverwachts. Wik heeft mij benaderd en daar heb ik even goed over nagedacht. En toen heeft alles op een rijtje gezet. Toen heb ik gewoon met hem een keer in gesprek gegaan. Dat heb ik het gedaan. Wik is een grote club. Het is bij mij vlak om de hoek. Ik wilde eigenlijk een aantal jaar geleden al naar Wik. Maar Ton bleef daar nog
twee jaar extra. Gewoon lekker op het fietsje naar de club? Dat zou kunnen op de fiets. Dat zou afgelopen ook gezellig zijn. Dus, het is daar heel gezellig. Ik ben een paar keer bezig kijken, maar het neemt niet gezegd dat ik het waar zou nee, prima daar club, niet, ja. Het is een prima club. Maar het is gewoon een keuze. En, ja, wat dat betreft, want ik heb Haagse Oud-Vrienden, ook een club waar natuurlijk prestaties. Ze willen verschrikkelijk graag naar die derde klas toe. Maar daarnaast, ik heb daar. Ik zag jullie club staan, evenementen met een erotische bingo, geloof ik, Valentijns bingo. Ja, 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 ja. En bierbuiken, toffee, ja. Weet ik wat er allemaal. Ja, dat dus klopt. Het is een club die ook wel zorgt voor het stukje ontspanning. Ja, dat klopt. Die erotische bingo, ja, dat vind ik wel een mooi verhaal. Maar die bierbuiken, dat is toevallig op vrijdagavond. En train kom je ook, ja. Op vrijdagavond dan vind ik dat meestal een moeilijk verhaal, want ik vind dat zaterdag moeten knallen. Ja. En we spelen die zaterdag daarna tegen Oesgeest. Maar het hele elftal is daar. Dus ik vind. Ja, misschien doen ze heel veel inspiratie op en wordt het een toppertje tegen Oesgeest. Nou, ik denk dat we vroeger allemaal wel eens gespeeld hebben met een dag ervoor met een bakje op. En voor je gevoel zijn speel je dan. De slechtste wedstrijden. Dat is meestal. Maar als je dat meer zou doen, dan gaat het er niet worden. Dus, maar Wick, ja. Wick lijkt me voor jou wel een ideale club ook. Ja, dat zegt iedereen. Dat heeft te maken misschien omdat ik een echte Haagse jongen ben. En het is ook een Haagse club. Het is denk ik ook wel misschien wel een van de grootste Haagse clubs op de zondag die nog eigenlijk over is op ODB. Ja, op ODB na. En ja, ik vind het gewoon fantastisch. Ik ben best wel heel blij met dat ik daar trainer van mag zijn. Maar ze moeten nog wel wat puntjes gaan halen. Anders dan moet je weer in de vierde klas beginnen. Dat is niet zo leuk natuurlijk. Nou, ze hebben afgelopen zondag hebben ze tegen SCV gespeeld. En dat is een ploeg waar inderdaad. Maatje te groot voor iedereen. Dat is iets voor iedereen te groot. En daar hebben ze het netjes tegen gedaan, 3-4. Dus, ben je eens kijken? Nee, ik ben niet. Ik ben een aantal keren geweest kijken, maar ik wil niet elke week kijken. Dus ik ben niet geweest. Maar in ieder geval, ze hebben inderdaad niet zoveel punten, maar ze hebben nog een inhaal staan. Daar stonden ze volgens mij 3-0 voor tegen de Ster, met een rode kaart voor een van de spelers. Met een penalty die ze nog moeten nemen, dus die punten krijgen ze erbij. En dan gaat er, als ik het goed heb, maar 1 uit. Komt wel goed. Komt goed. Goed, André, ik heb het al eerder aangehaald. Je zoon, Eduardo, nu bij de selectie van het eerste. Ja. Tot zijn vader, denk ik, langs de kant steeds. Ja, tuurlijk. Fanatieke toeschouwer en supporter van zijn zoon natuurlijk. Ja. Maar het gaat heel goed met hem. En pakt het goed op en maakt zo langzaamaan zijn minuten bij. Dus ja, heel mooi. Dat is ook belangrijk, hè, dat je er bovenin zit. Want dat heb ik al ook aangegeven, net hetzelfde bij RKDU, zit je bovenin. Dan heeft die trainer ook wat makkelijker, dat hij vaak jonge jongens minuten kan laten maken. Ja, en naast Eduardo zijn er nog een paar jongens. Gijs onder andere, Hugo. Allemaal jongens die kansen krijgen. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Kortom, ook de toekomst ziet er wat voetbalsport betreft goed uit, hè? Heel positief, absoluut. Ja, het is altijd beter als die jongens komen vanuit de eigen jeugd vandaan, dan dat je ze van ver moet halen. Nou, het zorgt in ieder geval voor een stukje stabiliteit en continuïteit. Omdat dat toch jongens zijn die echte clubjongens. Dus die hebben niet de neiging om snel weg te gaan. Dat is ook belangrijk. Een stukje hou je binding. Ja. Hetzelfde bij je RKD. Waar gaan ze eindigen op het eind van het seizoen? We gaan eindigen. Ja, goed. We staan nu derde. Het gat is 5 punten met de koploper. Dat zal denk ik. We krijgen ze thuis nog. Ja, die wedstrijd zal en moet je winnen. En kan je die winnen, dan denk ik dat we echt gewoon voor het kampioenschap kunnen gaan. Ja, laat je hem daar liggen, dan wordt het een moeilijk verhaal. En dan gaan we kijken gewoon wedstrijd voor wedstrijd. Voetballen zoals we kunnen, dan kunnen we echt best aardig voetballen met ons elftal. En dan zijn wij in deze klasse gewoon moeilijk te verslaan. En week na week en dan zien we wel wat schip strand uiteindelijk. Het zou een mooie afzet zijn, hè? Zeker. Ja. Geldt het ook voor je kampioenschap zit er dan niet in voor jullie? Wat is jouw, wanneer ben jij tevreden aan het eind van het seizoen? Nou ja, ik heb van tevoren gezegd, als we bij de eerste 5 eindigen, dan hebben we het goed gedaan. Maar ja, je weet het nooit. Dus Sef en Oesgeest zijn niet in te lopen, maar de andere zou misschien nog kunnen. En, we zijn nu begonnen met de tweede periode. En er zijn natuurlijk 2 uit. Goalspot is eruit, Wassenaar is eruit. Wel heel erg jammer. Maar ik denk dat wij nog wel voor een verrassing kunnen zorgen. Dat is mijn gevoel. Gaan we allemaal afwachten. Heren, heel veel succes met de club de rest van het seizoen. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Haaglanden Voetbal aan tafel. Dank ook voor de mensen hier aanwezig in de studio. Haagse Hout, fijn dat jullie waren als team van de week. Succes, de trainer heeft het al gezegd. Jullie gaan voor een verrassing zorgen. Wij wachten het af. Bedankt voor de aandacht voor de kijkers thuis en graag tot de volgende keer.